De Verenigde Naties hadden begin december een conferentie over het Globaal Migratiepact in het Marokkaanse Marrakesh. Theoretisch is dit pact niet bindend, maar in de praktijk kan het verstrekkende gevolgen hebben waarvoor de Europeanen en de Vlamingen cash dreigen te betalen. Het Globaal Migratiepact is een volstrekt eenzijdig document. Zo ziet het immigratie eenzijdig als een positieve zaak die vergemakkelijkt en zelfs gestimuleerd moet worden aan de negatieve gevolgen zoals afnemende sociale cohesie, ghettovorming, islamisering, criminaliteit, kwaliteitsdaling van ons onderwijs en de stijgende kosten voor de sociale zekerheid wordt geen letter besteed. Elk kritisch geluid is trouwens ongewenst. Het pakt wil dat de overheid campagnes opzet die een positief beeld creëren over immigratie. Wie kritiek heeft, wordt het zwijgen opgelegd. En het globaal migratiepact mag dan strikt genomen niet bindend zijn, het legt de westerse landen wel een hele reeks verplichtingen op. Zo moeten volgens het pact de mogelijkheden tot gezinshereniging nog verder worden uitgebreid. Moeten ook illegale immigranten toegang hebben tot onze sociale zekerheid. Moet de bestraffing van illegaliteit aan banden worden gelegd en moet er zelfs gratis rechtsbijstand voor illegale komen. Voor wie het Globaal Migratiepact leest, is het duidelijk: de poorten worden wagenwijd opengezet voor nog meer immigratie. En precies dat is de reden waarom steeds meer westerse landen dit pact naar de prullenmand verwijzen. Samen met onze Europese partners van de Beweging voor een Europa van Naties en Vrijheid zeggen we de ondertekenaars dan ook de wacht aan. In eigen land is het overigens enkel aan het Vlaams Belang te danken dat dit pact op de politieke agenda werd gezet. Officieel heeft België nog geen definitieve beslissing genomen. En daarom is het van het grootste belang dat u samen met onze druk opvoert. Reken daarom vandaag nog de petitie tegen dit noodlottige Immigratiepact op www.stopmarrakesh.com. Meer dan ooit rekenen wij hiervoor op u.